Voor de eerste zaak in Bureau Brabant gaan we naar Best, waar een inbreker zich niet door een stevige toegangsdeur laat tegenhouden. Al leek het daar in eerste instantie wel op. We hebben het over een pogingsinbraak en eentje die wel lukte. Maar de overeenkomsten tussen deze twee inbraken zijn zo opmerkelijk dat wij ervan uitgaan dat het een en dezelfde inbreker is geweest. De mislukte inbraak gebeurde in de nacht van 11 juli rond 2:30. Een camera in de winkel legt ook wat er buiten gebeurt vast. En zo zien we ineens een kleine auto verschijnen. Die stopt en lijkt even de situatie te bekijken, om dan weer verder te rijden. Even later is hij er weer. Maar nu stapt er iemand uit. Hij kijkt eerst even naar binnen en pakt dan op zijn gemak wat spullen uit de auto. Een grote tas, waarschijnlijk voor de buit, en een flinke hamer. Meteen beukt hij erop los. Toch stopt hij ineens. Of het duurt hem te lang, of hij wordt gestoord door iets of iemand. Weg is hij weer. Door de klappen heeft het glas van de toegangsdeur flinke schade opgelopen. En dat heeft de inbreker zich misschien ook gerealiseerd. Want een paar dagen later, op 15 juli, doet hij een nieuwe poging. Je ziet dat het glas in de deur met een noodreparatie is hersteld. De tape zit er nog op. Daar is weer de kleine auto. En weer stapt de inbreker uit. Pakt wat spullen uit de auto en slaat er dan weer op los. Deze keer gaat het glas er wel uit. En zo staat hij ineens binnen. Hij weet precies wat hij wil hebben, namelijk de kostbare parfums. Hij graait alles wat mogelijk is bij elkaar en dit gaat vervolgens de zak in. Die is zo zwaar dat hij hem naar buiten moet slepen. Hij krijgt hem nog maar net de deur door en weg is hij. De overeenkomsten zijn opmerkelijk. Bij de poging gebruikt de inbreker een kleine auto en een hamer om het glas van de deur kapot te slaan. Bij de tweede keer weer die kleine auto en weer een hamer waarmee hij tekeer gaat. Maar die hamer die laat hij in alle haast in de winkel liggen. En dat is voor ons een interessant aanknopingspunt. En misschien zegt die hamer u iets. Als dat zo is, laat het ons dan weten. Tweemaal inbraak in Best. Waarschijnlijk door dezelfde inbreker. Als hij in de winkel loopt, is hij nog het beste te zien. De vraag aan u is natuurlijk, heeft u enig idee wie dit zou kunnen zijn? Laat het dan meteen weten. En hij zal de parfums waarschijnlijk niet zelf gaan gebruiken, dus de kans is groot dat ze ergens te koop worden aangeboden. Is u zoiets opgevallen? Laat dat dan ook zeker weten. Ook als u meer kunt zeggen over de auto waar hij in reed, neem dan contact op. Geef uw tips door via de opsporingstiplijn op 0800 60 70. Anoniem iets doorgeven kan via meldmisdaad anoniem op 0800 7000. Check de website om alle beelden nog eens te bekijken. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.